Wat lekkere dansbeats van Blond met I Loved You. Het is ondertussen 6:08 geworden. Een heel erg goede avond. En ook een heel erg goede avond aan de levende legende die zo even de studio komt binnengewandeld op een bepaalde manier. Ik heb het over Nick Nuijens. Een heel erg goede avond. Hoe gaat het, Nick? Super, dank je wel. Ja, je bent hier om een bijzondere reden. Nick Nuijens, die we allemaal ook nog wel kennen van de Ronde van Vlaanderen 5 jaar geleden. De grote winnaar daar. Dat is een prestatie die je nu eenmaal niet zomaar kan vergeten. Natuurlijk, zoiets. Je bent hier in de bouwen van Medialaan, Back You Music, omdat je mooi nieuws hebt over een nieuw iets in het wielrennen eigenlijk dat eraan komt. Klopt, ja. We hebben eigenlijk zo net de Napoleon Games Cycling Cup voorgesteld. Een nieuw klassement in het wielrennen. 10 wedstrijden uit het Europe Tour circuit die we verzameld hebben in het klassement. Waarom? Waarom die bundelen en dat daar één cup van maken? Omdat het wedstrijden zijn die eigenlijk heel belangrijk zijn, die de basis vormen van het wielrennen. Maar die door de World Tour eigenlijk een beetje aan aandacht hebben verloren. En door ze terug in de picture te brengen, hopen we dat er terug meer grotere renners gaan komen. Ook grotere ploegen en dat het een beetje sneeuwbaleffect heeft en dat de wedstrijden terug kunnen groeien. Om die jongeren, die ook belangrijk zijn, dus eigenlijk de toppers van morgen, die kansen te geven. Dat is het eigenlijk ook een klein beetje. Ook vooral die nieuwe generatie renners eigenlijk, om die een klein duwtje te geven. Absoluut, ja. Ik denk, Tom Boonen kwam over en die stond meteen op het podium van Parijs-Roubaix. Ja. dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Die mannen maken ze maar eens om de zoveel jaar. Ja. En in deze wedstrijden kunnen die jonge gasten stilletjes aan groeien. Hun grenzen aftasten. Eens een keer tegen de muur lopen en zichzelf ontwikkelen. Ja, je zegt zelf, media-aandacht, nu, die gaan ze sowieso krijgen. Want VTM gaat al die wedstrijden uitzenden. Inderdaad, ja, ook dat is nieuw in het wielrennen natuurlijk, hè, dat VTM opnieuw wielrennen gaat uitzenden. En dan zitten we ook nog samen met RTBF, zodat we in heel België die wedstrijden rechtstreeks op televisie krijgen. Dat is uiteraard een enorme boost. Dat is zalig. Er zijn zo wel een paar dingen die je als wielrenner fanaat altijd in je agenda zet, elk jaar opnieuw. En dus vanaf nu mogen we daar nog een paar wedstrijden en een hele nieuwe competitie erbij zetten eigenlijk. Nog alweer een soort van wielerfeest dat we mogen vieren. Is dat dan ook zo op zondagmiddag, dat we kunnen crashen? Ik doe dat altijd op zondagmiddag als het zo klassieker is. TV aan, lichtje slaapverwekkend. Niet omwille van de koers, want ik ben altijd wel wakker als de aankomst is. Maar dat is heel ontspannend. Ja. Is dat ook op zondag dan? Er zijn er een aantal bij op zondag, er zijn een aantal bij op woensdag. Verschillende momenten, maar ik ben wel zeker dat je bij onze wedstrijden niet in slaap gevallen. Voilà. Ja, maar je weet natuurlijk niet wat hij die de avond ervoor gedaan heeft. Als je dat zou weten, Nick, dat is weer een heel ander verhaal. Ik zie dat ze daar alweer op een of andere manier aan een kware mond geraakt is. Die is hier binnengebracht door de heer Nuijens. Het bier, wel te verstaan, de kware mond. En dan in de buurt van Heidi, dan denk ik van, ai, dit is om problemen vragen. Ja, komt ik zal mijn best doen. We moeten een beetje klinken natuurlijk op heel mooi nieuws is dat eigenlijk, voor alle wielerfanaten natuurlijk. Jij gaat dat wat mee trekken, heel dat ding? Is het er je schouders volledig onder, Nick? Ja, inderdaad. Het is een idee dat de laatste jaren van mijn carrière is ontstaan. Ja. Waar dat we nu samen met een aantal mensen van Pro Cycling Events, de organisatie achter de Napoleon Games Cycling Cup, een jaar hebben aangetrokken. Ja, want ik was eerlijk gezegd vorig jaar op een gegeven moment een klein beetje bang. Ik dacht van, Nick Nuijens heeft het volledig gehad met wielrennen. Is het misschien een beetje beu geworden? Ja, had op een gegeven moment in de zomer ook zoiets gezegd dat je buik wat vol zat met al dat wielrennen natuurlijk. Maar ben ik super blij om te horen dat niet helemaal waar is of toch niet van blijvende aard. Nee, ik heb nog altijd enorm hard voor wielrennen. Zelf fietsen, dat zit er voorlopig voor mij niet meer in. Een beetje dat heeft te maken met het feit dat ik niet terug op niveau geraakte na mijn heupbreuk. Maar ik zie nog graag wielrennen natuurlijk. En als ik nu de truitjes zie, de leiderstruien, krijg ik stiekem toch een beetje zin om nooit te fietsen. Maar kijk, jij weet nu ook dat je met dit evenement natuurlijk zowat de leiders van morgen mee gaat kunnen ondersteunen. En ik denk dat het allermooiste is dat er bestaat. Natuurlijk, Nick, merci daarvoor om ook even tot hier te komen. En santé op dit hele nieuwe project dat we natuurlijk keihard gaan volgen. Merci. Make us cute. You used to call me on my side.